Meer dan 40 aanstormende talenten in de richtingen economie, horeca, ICT, zorg en welzijn en organisatie en promotie bonden donderdag de strijd met elkaar aan tijdens de Friese vakwedstrijden voor laatstejaars VMBO'ers, de zogeheten Skills Talents. De leerlingen krijgen in hun eigen vakgebied een opdracht die zij zo goed mogelijk moeten uitvoeren. Dit provinciale kampioenschap fungeert als selectie voor de nationale titelstrijd in hun vakgebied. Het best presterende team per richting gaat namelijk deel uitmaken van de zogeheten Friesland Vikings, die onze provincie mogen vertegenwoordigen tijdens de nationale finale van de beroepenwedstrijd op 16 maart aanstaande in de Rij in Amsterdam. En wat zijn de leerlingen hier aan het doen? Nou, we hebben hier twee groepen. We hebben één groep economie en één groep voor promotie. En ze zijn hier een aantal dingen aan het doen. Je ziet hier een doos, dus ze hebben een doos gecontroleerd, een pakbon gecontroleerd. Ze zijn bezig met een werkplanning, zijn ze aan het maken. Ze maken een flyer. Dus er zit van alles in. Hè? Een beetje creativiteit. Dus ze hebben echt heel erg de taken verdeeld. Dus de een is beter in plannen en organiseren. En de andere is weer beter in controleren. En iemand is heel creatief. Nou, de leerlingen die zijn bezig met een broodje hamburger te maken. En een enkelvoudige salade erbij te serveren. Waarbij ze dus echt het gehakt vanaf het begin hebben moeten kruiden. En moeten bereiden. Dus echt een broodje hamburger van het begin af aan. Leuke opdracht? Ja, best wel. En hoe goed zijn jullie erin? Nou, we kunnen het wel, maar ik ga niet zeggen of dat we heel goed zijn, want we zijn nog steeds leerlingen, dus. Ja. Maar wat verwacht je ervan? Want ja, de jury die moet jullie hamburgers proeven, dus ja, dan moet je wel met wat komen, lijkt mij. Ja, ik hoop dat wij, nou, dat hun het goed vinden en zo, maar verder, ja, je leert ervan en zo. Jullie moeten dat jureren aan de hand waarvan? Nou, we hebben allemaal bestanden gekregen en dat is ook landelijk geregeld. Dus we hoeven daar verder niet zo over na te denken. Maar we moeten heel veel schema's invullen. En we letten natuurlijk op het eindresultaat, maar we letten ook op de samenwerking. En ja, eigenlijk zijn er heel veel onderdelen waarop wij beoordelen. Nou ja, we letten op de hygiëne. Hè, dat ze de handen regelmatig wassen, desinfecteren. Hoe ze de werkplek behandelen. Dus dat ze hem opgeruimd houden. Netjes afdekken, producten in de koeling zetten. Ja, de snijtechnieken. En er wordt van de aardappel een bepaalde formaat wordt er gevraagd. Nou, dat formaat ook wel klopt. Dus dat is, ja, daar letten we eigenlijk allemaal op. En de communicatie, planning en dat soort dingen. De wedstrijd is van 10:30 tot 11:30. En dan 11:30 is het gewoon, ja, gaat de fluit en dan is het klaar. En dan moeten de broodjes die moeten aangeboden zijn aan de jury. Dat houdt in dat jullie straks al die hamburgers mogen gaan proeven. Lijkt me een mooie taak. Nou, dat is een hele mooie taak, maar dan kan ik natuurlijk nooit zo slank blijven als dat ik nu ben. Wij nemen van elk ingeleverd hamburger nemen wij een stukje. Hè. Wij kunnen dat niet allemaal op. Dat redden wij niet. Nee. Wel leuk om te doen om op zijn school even te jureren. Ja, dit is prachtig. Hè. Dit is jeugd, enthousiast met het vak bezig. En dat is natuurlijk een genietmomentje. Ja, ik vind het echt mooi om te zien hoe de jeugd hiermee bezig is. En mochten ze nou niet winnen, dan hebben ze aan deze dag toch een leuke ervaring erbij. Ja, ik denk dat het een hele leuke ervaring is. Het is een leuk moment om eens te kijken op een mbo-school natuurlijk. En daarbij oefenen ze ook, want zij doen straks examen dit jaar. En de opdracht die ze nu doen, sluiten ook weer aan bij hun vmbo-examen. Dus eigenlijk twee vliegen in één klap. Ja, dat klopt. Ja.